Nou, daar rijden we dan. Ons eerste ritje samen. Woehoe! Gaan we gewoon een beetje daarachter. Gaan we even draaien, ja? Oh, hier kunnen we niet uit. Ik dacht dat we hier uit konden. Even kijken hoe goed je... Even kijken of je nog een beetje kan. Ja, maar ik wil mijn motor niet laten vallen. Ja, ik ga het ook niet. Ja, dat ziet er, dit is prima, dit is prima. Dit is het eerste ritje dat mensen jou zien. Dus ja, wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Maakt niet uit, ik vertaal het wel voor je. Yo, Bike Bros, jullie hebben een nieuwe member, zegt ze. Die is gek geworden. Mijn vizier gaat niet goed dicht. Dat is ook nice. Oh, hier. Mijn pinlock lag er bijna af. Nou, Bike Bros. Voor de mensen die zich afvragen wat hier aan de hand is. Dit is het eerste ritje dat mijn vriendin, dat we überhaupt samen rijden. Ze heeft, ja, linksaf. Wanneer heb je hem gehaald? Welke dag was dat? Dinsdag? Oh ja, de 28e. Ja. Hoezo, we hebben hier voorrang, hoor. Gewoon heel die verkeersregels vergeten. Maar, maar dinsdag heeft ze rijbewijs gehad en dit is de eerste keer dat we samen rijden. En zoals jullie in een andere video hebben gezien, weet niemand het. Bijna niemand, onderhand weet het al een paar mensen, maar de eigen vader weet het nog niet. Dus daar gaan we dadelijk zo langs. Die is nou bezig met op de wagenbouw, aan de carnavalswagen aan het bouwen. Dus we gaan daar dadelijk even langs als verrassing, dus ik ben benieuwd. En daarna rijden we langs mijn zus op, die weet het ook nog niet. Dus we gaan even een ritje maken langs iedereen op om überhaupt de motor te laten zien. En ja, voor sommige mensen komt het sowieso als een verrassing. Oh, te gillen aan te doen. Links, links, links. Volg mij gewoon, jongen. Ik ben geen tom-tom. Oh, remmen. Remmen, terugschakelen. En dan gaan we rechtdoor. Oh, hier is wel een beetje modderig, zie ik. Rij jij voorop? Ja, er gebeurt de beste. Ja, het is echt koud. Het is gewoon geen temperatuur om te rijden. Ja, we moeten het wel even aan je vader laten zien, ja. Die weet echt nog helemaal niks. Of misschien heeft hij een klein vermoeden. Ja. Ze had een foto op Insta van de motor, had ze dus op Insta gezet. En die Insta die is gekoppeld aan Facebook. Dus die foto is op een of andere manier kwam die op Facebook. En op Insta had ze iedereen, familie en vrienden en zo geblokkeerd, dat die niks konden zien. Maar op Facebook dus niet. En opeens stond die foto van de motor op Facebook. En de vader had die foto geliked. Maar we hebben, ja, niemand verwacht dat ze de motorrijbewijs ging halen. Dus we hebben een soort van smoes... ervan gemaakt dat die motor van iemand anders was, dat ik even iets moest fixen aan die motor ofzo. Dus misschien dat hij wel een klein vermoeden heeft, maar ik denk het haast niet.
Maar als hij de motor straks ziet, dan denkt hij wel van, hé, die motor heb ik eerder gezien. Maar ja, zo op deze manier kan ik ook een mooi videootje maken voor het kanaal, dus dat komt er wel weer goed uit. Want voor mijn plezier was ik er vandaag niet opgestapt, denk ik. Al moet ik zeggen, al met al, het is goed te doen, behalve mijn vingertoppen zijn een beetje koud. Er zit gewoon heel weinig tot geen gevoel meer in. Volvo die gaat ook achter ons aan. Ik zei die Volvo die gaat op in één keer naar rechts, dus ik denk doe even rustig aan. Je mag helemaal niet zo hard rijden daar, joh. Nou, daar zijn we er bijna. De spanning stijgt. Pas op, oh je gaat nog rechtdoor. Ik dacht dat je links ging. Oh nee, we moeten nog eentje rechtdoor, ja. Ik denk die knalt gewoon links voor die auto. Hè? Ja, dat is een soort hobbel. Ik ook niet. Oh, hier is het ergens toch? Hoe is het gassen? Eens even kijken. Je vader is gewoon weg ook. Jij hebt hem al een keer gezien als het goed is. Ik zei, jij hebt hem al een keer gezien als het goed is. Op. Nee, we hadden de volgende conclusie gezegd. Misschien moet je hier even links de stoep op. Ja, er komt wel een auto aan. Ja, ik kan nog één verder, na dat bosje zeg maar. Yo, jeez, ik ga jullie bedanken voor het kijken. We gaan even lekker opwarmen en we zien je bij de volgende video. Later.